Kan je iets vertellen over het afgelopen jaar? Ik begon met mijn Sports Illustrated kwam uit. Dus dat was hartstikke tof. Ik had altijd willen schieten. Daarna kreeg ik mijn Maybelline contract. Wat een droom voor mij is geweest. Dus ik ben heel blij dat ik dat nu heb. En ik ben naar LA verhuisd met mijn vriend. Eigenlijk, mijn liefde en werk gaan gewoon perfect. Gaan helemaal fantastisch. Ja. Je hebt wereldberoemde collega's. Werk jij ook mee samen? Ontmoet je die? Ja, voor mij was het heel leuk om met Christy Turlington. Zij is al heel lang met Maybelline. En zij is een iconisch model. Dus dat was heel tof. En we hebben nu een heel leuk team. Er zijn best wel veel nieuwe meiden. Dus we hebben dan Jordan Dunn en Gigi Hadid en Emily DiDonato. Ik kende haar al, dus daar heb ik veel mee gewerkt. En het is gewoon een heel gezellig team nu. En Adriana Lima zit er nu bij. Wauw. Dus het zijn hele gezellige meiden. Maar jij zit gewoon echt in de top van de wereld. Ja, het is een beetje een open deur, maar hoe voelt dat? Meisje uit Friesland, dat je nu... Ik begon met Douwse, dat is mijn grote voorbeeld natuurlijk. Ik kom uit Friesland en zij het Lori al heel vroeg en met Victoria's Secret. Ja. Dus het is heel raar voor mij dat ik nu een beetje naar voetstappen loop. Want ik heb ook voor Victoria's Secret en we hebben ook een beauty contract. En woon ook in de state. Ja. Dus het is heel tof, maar omdat het met stappen gaat, is het nog wel... Is het niet echt heel overweldigend? En wat doe je tussendoor, tussen het werken door? Lekker thuis zitten met mijn vriend. Ja? En mijn honden, we hebben twee honden. Ah. Dus we gaan een hiken of naar Santa Monica. Je waardeert het thuistijd wel meer nu je zoveel vliegt. Dus. You better shake me up, shake me up.